We zijn vandaag in Sunparks de Campus Meer in Te Mol, waar gisteren de 12 finalisten voor Mr. Gay 2020 zijn verkozen. Iedereen is natuurlijk benieuwd wie deze kandidaten zijn. Wel, vandaag leren we ze een beetje beter kennen. Naast mij zit Jeroen. Dag Jeroen. Hallo. Vertel eens kort, wie ben je, wat doe je en wat drijft je in het leven? Ik ben Jeroen, ik ben 23 jaar, afkomstig van Roeselare, woonde uit de Ieper. Ja, wat drijft mij in het leven? Vooral gewoon het leven zelf. Dus gewoon gelukkig zijn en alles die daarbij komt. Alles komt automatisch, dus het leven gaat wel. Oké, top. Heb je bepaalde hobby's? Niet echt. Ik kom mij vooral bezig met mijn werk en daarna met genoeg quality time. Dus hobby's hou ik achterwege. Oké. Ja, waarom doe je mee aan Mr. Gay Belgium en wat is jouw thema tijdens de verkiezing? Mijn thema is acceptatie binnen het geloof. En dat is echt gewoon omdat ik daar iets wil veranderen. Ik voel mezelf als een gelovige jongen, voel ik mij echt een beetje buitengesloten uit de kerkgemeenschap. En daar wil ik graag iets aan veranderen. Oké, ja, het is zeker geen alledaags thema bij de jeugd, ook niet ja, bij de heteroseksuelen. Hoe denk je zoiets aantrekkelijker te maken, zoiets te veranderen? Ik denk alleen al aan het feit dat er misschien een acceptatie van homoseksuele mensen zou zijn, dat al sowieso een populariteitsstoot zal zijn. Dus dat denk ik wel. Oké, interessant hoe dat je dat zult aanpakken. Ik heb wel nog een interessante laatste vraag voor jou. Wil je later ooit trouwen in een kerk? Ja, zeker. Is dat jouw ultieme droom ook om te bereiken met deze verkiezing? Ja, absoluut. Oké. Ik ben benieuwd. Zal ik uitgenodigd worden om trouw? Waarschijnlijk wel, ja. Oké, goed antwoord. Veel succes tijdens de verkiezing en dan zien we wie op 23 mei mij zal opvolgen. Dank u wel.